Het is ons eigen toernooi, zoals we al elk jaar proberen te organiseren in de stad Lier. En het is van de Homeless Boys. Dat is eigenlijk een beetje van kom op tegen armoede is dat. Alle steden van heel het land eigenlijk nemen hier aan deel. We zijn met, allee, toch met 12 steden, dus dat is bijna allemaal. De doelstellingen zijn eigenlijk elk jaar hetzelfde, dus wij proberen jongens te integreren. Dus het zijn eigenlijk allemaal zijn jongens die vanuit andere landen komen, dus Albanië, Syrië, Afrika. Dus dat zijn allemaal jongens, dus bij ons is eigenlijk iedereen jongens met gedragsproblemen. Dus iedereen is eigenlijk welkom bij ons op de training en de bedoeling is om die jongens toch eigenlijk een beetje het gevoel te geven. Dus die kunnen ook niet bij gewone clubs terecht en bij ons is eigenlijk iedereen altijd welkom op de training. Dus dat is donderdag van 4 tot 6. En dat is eigenlijk een beetje de bedoeling, om die jongens toch ook het gevoel te geven in een groep te zijn, in een ploeg. Het ploeggevoel, de sociale contacten en zo zich terug of toch te proberen te integreren in België, in ons land of in de samenleving. Daar dient eigenlijk dit toernooi voor. Dus dat zijn dan eigenlijk uit andere steden, Brussel, Antwerpen, Genk, Brugge, zijn hier allemaal aanwezig. En zo kunnen zij toch ook kennis maken met andere mensen uit andere steden. Dikwijls wel uit hetzelfde landen van waar zij komen. En zo krijgen ze toch hier veel contacten en zo kunnen zij toch een beetje hier misschien hun toekomst maken. Belangrijk ook aan dit project is dat we eigenlijk elk jaar veel nieuwe spelers hebben. En dat betekent dan ook dat de andere jongens zich toch goed geïntegreerd hebben hier in het land. Dit jaar hebben we heel veel nieuwe. Daarom dat we eigenlijk ook twee ploegen hebben. Dus we hebben een Lierse 1 en een gastploeg 2. Dat zijn eigenlijk twee ploegen van ons hier. En dat is eigenlijk wel goed. Ja, dat is positief. Ons eigen toernooi is natuurlijk altijd iets speciaals. Het is natuurlijk altijd leuk dat we het hier. We hebben een nieuwe omgeving nu in de hallen hier aan het zwembad. En het is toch altijd iets speciaals in de eigen stad, ja. Vanaf dit jaar is er eigenlijk een nieuw gegeven in het project van de Homeless Cup toernooien. En dat is eigenlijk dat het niet meer met klassementen gaat. Dus dat vind ik dat is het positiefste dat er veranderd is voor dit seizoen. Dus het gaat niet meer met klassementen, niet meer met winnen of verliezen. Iedereen speelt 4 matchjes en je kan alleen maar 1 trofee winnen. En dat is eigenlijk het belangrijkste, de Fair Play trofee.